Arnhem ontving de lijstaanvoerder Fortuna uit Delft, dat na 5 wedstrijden nog zonder puntverlies was. Het DKOD van Ben Crum draait tot nu toe in de zaal niet geweldig. 5 punten uit 5 wedstrijden en dat geeft aan dat de ploeg zeer wisselvallig speelt. Tegenstander Fortuna is dus ongeslagen en de ploeg van Theo van Zee geldt als een van de voornaamste kandidaten voor het landskampioenschap. Sterke ploeg, technische ploeg, nu nog met Van Zee, maar inmiddels heeft al een weerbaar coach Paul Marseille een contract getekend voor volgend seizoen. Scheidsrechter Leo van de Huwet, hij heeft de leiding vanavond. We pikken de stand op een 8-8 in de tweede helft. En beide ploegen speelden verzorgd korfbal in de eerste helft. Aanvalsvak van DKOD, Brigitte Meijnen. Van afstand en zij kan aantekenen voor 9-8. De voorsprong voor DKOD. Onderschepping dan inmiddels in het verdedigingsvak van DKOD. En vervolgens de aanval. Weer Brigitte Meijnen in vrije positie. Kan schieten en het is 10-8. 2 doelpunten van deze Brigitte Meijnen. En wil Fortuna bijblijven, dan moet het snel scoren. De marge is 2 doelpunten en dit is Arno Preuningen. Van afstand... En inderdaad, het doelpunt 10-9. Goeie leiding vanavond. En weer Arno Preuningen tegen Rob Edelenborst. De doorlopbal en een schitterend doelpunt van Preuningen. Het is 10-10. We maken dan een sprong naar de stand 12-13 in het voordeel van Fortuna. De tweede keer de voorsprong voor de Delftse club. En weer de aanval. Mireille Wiepking en Hans Heemskerk. Aangeven van Van Eck. En het doelpunt is daar. Schitterende doorlopbal. De voorsprong voor Fortuna. Bloemsma. Prachtig doelpunt dan van ver, van de middenlijn, Koos Bloemsma. Een doelpunt voor DKOD, Rob Edelenbos. Weer balbezit voor DKOD, Margita van der Kolk. Arjan Haagsman, inmiddels in de ploeg gekomen voor Corianne Albers. En Tjeerd de Jong, van afstand. Geduw onder de korf. En kan Bloemsma profiteren, een doelpunt. 14-14 is de stand dan in de slotfase van de wedstrijd. Een vrije bal onder de korf bij Fortuna. Thorwald de Roo. En Hanneke van Eck. Onder de korf zeer sterk vanavond weer. Mireille Wiepking. Wordt op de hand geslagen door Arjanne Haagsman. En dan is het duidelijk een strafworp. Boosdoener Arjanne Haagsman. En dit is Hans Heemskerk. Hij brengt de voorsprong voor Fortuna. 14-15. Margita van der Kolk. Doorloopbal, probeert van alles. Maar Fortuna kan ook zeer stug spelen. Niet alleen technisch, maar ook op wilskracht. Margita van der Kolk. Vrijgelaten door Arjon van der Eyck. En dan het zoeken. Brigitte Meijnen. Lijkt op een overtreding van Rina van Dursen onder de korf, maar dat is het niet. En dan Margita van der Kolk van afstand. Zij brengt de stand op 15-15. Zeer spannende slotfase. Margita van der Kolk. Preuningen dan. Rina van Dursen wacht op de doorloopbal. Zwaar gehinderd onder de korf, Preuningen. Een vrije bal. Een drukte van belang daar. Preuningen wacht op het uitstappen. En wil dan de doorloopbal. Taco Brouw kan aanleggen precies. En het is een doelpunt. 15-16 met nog 1,5 minuut te spelen. De voorsprong dus voor Fortuna. En het ziet er goed uit voor de Delftse club. Preuningen. Moet de bal in de ploeg gehouden worden door de Fortuna-spelers. Preuningen. Lijkt een beetje op de vriezen. En dan gaat hij schieten. Preuningen. Dan is het balbezit voor DKOD. En misschien kan er wat gebeuren nog. Bloemsma. 15-16. Nog enkele seconden te spelen. En daar de overtreding van de Fortuna-spelers. En het is een strafworp voor DKOD. De aanvoerder van de Hilsumse club, Tjeerd Jong, maakt geen fout. En hij maakt deze strafworp. 16-16 is de eindstand. Het eerste punt verliest dus voor de Delftse club Fortuna. Tjeerd Jong, de maker van het laatste doelpunt. Maar het neemt niet weg dat Fortuna ook na vanavond de lijst aan blijft voeren in de hoofdklasse. Nu met 11 punten uit 6 gespeelde wedstrijden.